Ik heb een heel leuk boek gelezen. Dat is Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Dat gaat over een Jood jongetje dat heel goed bevriend wordt met de verkoper van uit een straat. En het is een heel leuk boek, want er komt heel veel humor in voor. En er komen ook allemaal soort van wijsheden voor. Bijvoorbeeld dat de man steeds het jongetje op een vraagt van, heeft je ook een vrouw? En dat de man weer kijkt van, wat? En dan zegt hij van, ja, ik heb een vrouw. En ze heeft de mooiste lach en hij vertelt echt heel mooi over haar. En dan uiteindelijk merk je dat die vrouw echt heel lang overleden is. Maar doordat hij het zo leuk vertelt, heb je het gevoel dat ze nog altijd bij hem is. En dat is heel lief. En ik, ja, er zijn nog allemaal dingen met een glimlach. Dan moet die jongen wat meer glimlachen. En dan glimlacht hij naar allemaal mensen. En dan bam, oh, ze vallen ervoor en zo. Dat vind ik heel grappig. Je leert ook heel veel over het geloof van de moslim. Ja, van de moslimme mensen. Of hoe ik het. Want vertelt hij van dat hij. Monsieur Ibrahim vertelt dan dat hij allemaal weesheden uit zijn Koran heeft. En dat is ook heel mooi om te horen.